Tijdens de safari trip ziet men prachtige flora en fauna, exotische vogeltjes, prachtige wilde dieren, maar ik heb helaas nog geen leeuwen. Waarschijnlijk zitten ze lekker te rusten onder een boom. See anything? See a lion? Sir, andar na bhag mujhe. To aap aa jao. Zo, dames en heren, we zijn weer even terug. We zijn nu in Somnath in Gujarat, een van de legendarische tempels van India. Gisteren hebben we helaas geen leeuwen kunnen zien. Ik heb pech gehad. Voordat ga ik denk ik maar een keertje naar Afrika gaan en jullie meenemen. We zijn hier in Somnath. Somnath is een van de meest heilige Shiva-tempels van India. Het behoort tot de 11 meest heilige Shiva-tempels van India. Het is een hele zeer historische plek. Deze tempel is dus in de tijd van de Mughals al een keertje afgebroken geweest. Helemaal afgebroken geweest. Hier lag dus eigenlijk heel veel goud, heel veel zilver, heel veel brons van de toenmalige koning, Maharajas. De Mughals zijn hier dus gekomen eigenlijk ook voor de schatten die hier lagen. En hebben dus de oude tempel eigenlijk kapot gemaakt. In, vlak na de onafhankelijkheid van India heeft Sardar Patel, toenmalige minister, besloten om deze tempel weer opnieuw te bouwen. En dat is nu een bedevaartsoord geworden. En de regering van Gujarat had mij dus gevraagd om dit dus bij jullie op tv te brengen. En hier staan we dan. Somnath Temple, Gujarat. Ik ben net van binnen geweest. In de Somnath Mandir, natuurlijk mag je daar binnen niet filmen, want het is natuurlijk een hele grote Shivling. En het was dus heel indrukwekkend, heel mooi. En als je dus eigenlijk binnenkomt in deze Shiv-tempel, ik zal mijn bril even afdoen, sorry voor de ongemak. Zie je natuurlijk de zee. Een verschrikkelijke mooie view. Natuurlijk is Gujarat aan de westkant van India. Dus bij zonsondergang is het prachtig om te zien. Als je rond zonsondergang bij de mooie Mandir Somnath komt. Have some coconuts for you. Gisteren dus naar Somnath geweest. Het was dus een prachtige dag. We hebben dus heel erg genoten. Ik heb heel erg genoten ook van de tempel binnenin. Een verschrikkelijke indrukwekkende shivling heb je daar. We zijn nu beland. We rijden nu naar Porbandar. Porbandar is de geboorteplaats van Mahatma Gandhi. De welbekende Mahatma Gandhi. We gaan daar een kijkje nemen. In zijn geboorteplek. Maar ik heb me net laten vertellen dat het eigenlijk hier 8 kilometer coastal, dus kust, is wat helemaal doorgaat naar het noordelijke deel tot aan Pakistan. Dus dit is wel heel mooi. Ja,
op die trip. Ik heb een kleine, een goede vriend van me, is ook meegekomen. We zijn hier zo eventjes aan het kijken, want we gaan... Hij ziet de zee en hij wil meteen... What is going on here? Oh, what a fine week. Just in time for some skinny. So, what do you think? That's a beautiful beach. I wasn't expecting this from Gujarat. Absolutely stunning. A beach like this, I would probably expect somewhere such as Bali or somewhere like that. Really impressive. Na onze strandstop ging ik verder naar de plaats Porbandar, een klein havenstadje. Dit stadje is vooral beroemd door Mahatma Gandhi, omdat dit zijn geboorteplaats is. Porbandar is gelegen aan het noordelijke deel van Somnath. It's cinnamon. I don't know. We are now in the geboorteplaats van Mahatma Gandhi. Nee, het is best wel indrukwekkend dat ik hier sta. Zo, hier is dus de geboorteplaats van Mahatma Gandhi. Dus best wel indrukwekkend. Nou, indrukwekkend in de zin van, je kan binnenin dus de plek zien waar hij exact geboren is. Het is niet echt allowed om binnen te filmen. Dus... We hebben getracht een kijkje te nemen om te zien hoe het eigenlijk eruit ziet. Het is vrij klein, een hele kleine plek. Wel van binnen een speciaal soort een zandsteen hebben ze gebruikt voor de constructie van dit huis. En voor de rest, ja, het is een historische plek. Het is van de Indiase government en best wel indrukwekkend. Porbandar is het laatste stadje die ik heb bezocht in Gujarat. De mensen, de flora en fauna, de wilde dieren, alles is zo mooi in deze staat. Ik heb vreselijk genoten van mijn trip. Gujarat is heel erg divers. Je kan er veel beleven, je kan er alles doen. Je kan tempels bezoeken, je kan monumentale gebouwen zien. Je kan zelfs naar de desert. Je hebt zoveel te doen in Gujarat. Deze trip zal mij altijd bijblijven. Vooral omdat de mensen zo vriendelijk zijn.